Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Frederike. Frederike kampt al een hele tijd met vermoeidheidsklachten. Frederike heeft altijd gedacht dat zolang je maar regelmatig eet en voedzaam eet en een voldoende hoge calorie-inname hebt, dus een voldoende hoge inname van calorie leverende voedingsstoffen, dat je dan je lichaam de stoffen verschaft, elke keer dat je iets eet, die je lichaam nodig heeft om energie te kunnen produceren. En die jij dus ook nodig hebt om energie te kunnen ervaren. Maar Frederike kampt al heel lange tijd met vermoeidheidsklachten. Een laag energieniveau, ondanks het feit dat ze regelmatig eet, voedzaam eet en voldoende hoge calorie-inname heeft. Dus haar lichaam voldoende calorie-leverende voedingsstoffen verschaft. Nu heeft Frederike daar een mogelijke oorzaak voor gevonden, naar aanleiding van iets wat ze heeft gelezen. Namelijk, ze heeft gelezen dat de productie van energie in je cellen, dat vindt plaats in de zogenaamde energiefabriekjes mitochondrium van je cellen, dat dat niet goed zal verlopen en dat je energieniveau dus laag zal zijn wanneer je voeding te weinig calorie leverende voedingsstoffen levert, maar dat de productie van energie al daar in de mitochondriën van je cellen net zo goed niet goed zal verlopen, ook al lever jij je lichaam voldoende calorie leverende voedingsstoffen, wanneer daar in die mitochondriën van je cellen B-vitamines ontbreken. Frederike heeft namelijk begrepen dat daar in die energiefabriekjes, die mitochondriën van je cellen, daar waar energieproductie plaatsvindt, naast calorieleverende voedingsstoffen ook B-vitamines daar aanwezig moeten zijn. Dus vermoedt ze dat, ondanks dat ze wel voldoende calorieleverende voedingsstoffen levert, dat dan kennelijk te weinig B-vitamines ook daar aanwezig zijn, daar waar energieproductie plaats moet vinden, want ze kampt dus met vermoeidheidsklachten. Nu heeft Frederike ook begrepen dat ook al zou je volop voeding of supplementen met B-vitamines gaan opnemen in jouw voeding, in je eetpatroon, bijnaast die calorieleverende voedingsstoffen, dat dan nog niet gegarandeerd is dat die B-vitamines dan ook wel daaraan zullen belanden, daar waar ze nodig zijn om de productie van energie in je lijf goed te laten verlopen, want dat is dus in je lichaamcellen, in de mitochondriën, energiefabriekjes van je cellen, want, zo heeft Frederike begrepen, B-vitamines, maar ook andere vitamines, sowieso voedingsstoffen, die worden niet altijd zomaar vanzelfsprekend wanneer jij die via je voeding of een supplement binnenkrijgt en in je spijsverteringskanaal laat belanden, goed in je darmwandcellen opgenomen. En wanneer die niet van buiten je darmwandcellen in je darmwandcellen, in het absorptiedeel van je darmen, worden opgenomen, dan gaan die niet in je lijf, niet in je lichaamcellen, laat staan in de mitochondriën van je lichaamcellen belanden, deze voedingsstoffen. Ja. En daar zijn ze dus nodig, die B-vitamines, bijnaast calorieleverende voedingsstoffen en ook zuurstofgas, om de productie van energie al daar mogelijk te maken. Dus de vraag van Frederike, want ze wil zo graag een hoger energieniveau, is of ze met haar voeding ook invloed uit kan oefenen op de opname van voedingsstoffen in algehele zin, maar ook de opname specifiek van die B-vitamines van buiten je darmwandcellen in je darmwandcellen.
dame aan het tellen. En tapt ze op zijn deel van de dame. Want ze begrijpt dat als dat niet goed verloopt, dan zullen je lichaamcellen niet over deze B-vitamines kunnen beschikken. Zullen deze B-vitamines niet in de mitochondriën van je cellen kunnen belanden. En daar zijn ze nodig om de productie van energie mogelijk te kunnen maken. Dat is de vraag van Frederike. Nou, Frederike. Alles wat jij eet of binnenkrijgt middels het slikken van een supplement, laat jij buiten je darmwandcellen belanden. Daar belanden ze, ze belanden in je spijsverteringskanaal, dat is buiten je darmwandcellen. En voedingsstoffen die moeten van buiten je darmwandcellen in een apart gedeelte, een specifiek daarvoor bedoeld gedeelte, opgenomen worden in je darmwand. Dat is in het absorptiedeel van je darmen. Alvorens deze voedingsstoffen die jij middels je voeding of een supplement binnenkrijgt en dus buiten die darmwandcellen laat belanden, in je lijf laat staan, in je lichaamcellen, in de mitochondriën van je lichaamcellen kunnen belanden. En dat verloopt, dat heb je goed begrepen, niet altijd vanzelfsprekend goed. Want bijvoorbeeld B-vitamines, dat zijn reactieve polaire moleculen. En zodra jij die binnen hebt gekregen, belanden dus reactieve polaire moleculen buiten je darmwandcellen. Je darmwandcellen, daar in het absorptiedeel, daar waar je graag wilt dat die B-vitamines, die reactieve stoffen, polaire moleculen, opgenomen worden, die kunnen niet zomaar van buiten die darmwandcellen in die darmwandcellen opgenomen worden, want die darmwandcellen daar bezitten, net als alle andere cellen in je lijf, een biologisch lipidemembraan. Dat is een membraan dat is opgebouwd uit fosfolipiden. En dat zijn membraanvetten, worden die ook wel genoemd. Dat zijn moleculen met amfifiele eigenschappen. Dat wil zeggen een wateroplosbaar deel en een vetoplosbaar deel. Een polair deel en een apolair deel. En reactieve voedingsstoffen, polaire voedingsstoffen zoals B-vitamines, die kunnen niet zomaar van buiten je darmwandcellen door de biologische lipidemembraan stromen. Nee, dat kan enkel met behulp van transporteiwitten. Transporteiwitten die het transport van reactieve moleculen, polaire moleculen, door biologische lipidemembranen mogelijk maken. In een neutrale vorm. Want die moleculen is niet de bedoeling dat die al daar reacties gaan veroorzaken in je darmwand. Want ja, jij wil dat die eerst nog getransporteerd worden door je darmwandcellen naar je lever gaan, in je bloedbaan opgenomen worden, over alle wezens en cellen verdeeld worden, en in die mitochondriën van je cellen opgenomen worden. Daar zijn ze nodig. Dus dat moet allemaal plaatsvinden met behulp van transporteiwitten, die het transport van reactieve moleculen, reactieve voedingsstoffen, polaire moleculen, polaire stoffen, mogelijk maken door die biologische lipidemembranen en die transporteiwitten. Die zijn niet vanzelfsprekend aanwezig tussen de fosfolipidemembraanvetten van de darmwandcellen en het absorptiedeel van je darmen. Want je darmwandcellen, de darmwandcellen en het absorptiedeel van je darmen moeten eerst iets doen voordat ze transporteiwitten tussen de fosfolipiden in hun celmembranen bezitten. Transporteiwitten die de opname en het transport van die reactieve stoffen van buiten naar binnen mogelijk maken en door die darmwandcellen heen. Die darmwandcellen moeten namelijk eerst die transporteiwitten, dat zijn membraaneiwitten, vormen en uitscheiden met behulp van vesicles, transport- en secretieblaasjes die ook een biologisch lipidemembraan bezitten, daardoor kunnen versmelten met het celmembraan en die moeten dan die transporteiwitten met behulp van het vesicle tussen de fosfolipiden in hun celmembranen plaatsen. Dus pas wanneer je darmwandcellen dat hebben gedaan, dus die actie hebben verricht, het vormen van transporteiwitten en het uitscheiden richting het celmembraan, zodat het blaasje kan versmelten met het celmembraan en het transporteiwit tussen die
die fosfolipiden geplaatst kan worden, dan pas kunnen reactieve stoffen, polaire stoffen, van buiten naar binnen, zoals B-vitamines, in die darmontcel opgenomen worden. Dat betekent dat wanneer jij B-vitamines volop in jouw voeding aanwezig hebt, reactieve voedingsstoffen, via hetgeen je eet of een supplement en je laat die buiten je darmwandcellen zitten, maar de darmwandcellen in het absorptiedeel van je darmen zijn niet in staat om die transporteiwitten te vormen, die vesicles te vormen, deze uit te scheiden richting hun celmembraan, dan zullen de darmwandcellen in het absorptiedeel van je darmen geen transporteiwitten tussen de fosfolipiden in hun celmembranen bezitten. Gaan die polaire voedingsstoffen die jij buiten je darmwandcellen laat belanden, never nooit in die darmwandcellen het absorptiedeel van je darmen opgenomen worden en dus never nooit in je lichaamcellen opgenomen worden, laat staan in de mitochondriën van je lichaamcellen, daar waar ze de productie van energie mogelijk maken. Wat hebben de darmwandcellen in het absorptiedeel van je darmen nou nodig om de transporteiwitten te kunnen vormen en uitscheiden richting hun celmembraan? Die transporteiwitten die nodig zijn om reactieve stoffen die jij in je spijsverteringskanaal laat belanden ook wel op te kunnen nemen van buiten naar binnen door het celmembraan te verplaatsen in niet-reactieve vorm. Dat betreffen anabole stofwisselingsprocessen, wat die darmwandcellen eerst moeten verrichten alvorens er transporteiwitten tussen die fosfolipiden aanwezig zijn in hun celmembraan. En anabole processen, opbouwende en herstellende processen, daar hebben die cellen vocht en bouwstoffen voor nodig. Maar een heel aantal bouwstoffen is essentieel, waaronder alle B-vitamines, maar ook nog vele andere voedingsstoffen en bouwstoffen zijn essentieel. Dus wanneer jij ervoor zorgt dat je voldoende calorieleverende voedingsstoffen opneemt in je voeding, dat zijn geen bouwstoffen, dat zijn calorieleverende voedingsstoffen. Wanneer je ervoor zorgt dat je voldoende B-vitamines opneemt in je voeding, maar jouw voeding veroorzaakt alsnog tekorten in vocht en een aantal essentiële varianten van bouwstoffen, dan zijn de darmwandcellen in het absorptiedeel van je darmen niet in staat om anabole processen uit te voeren. Zijn die cellen niet in staat om transporteiwitten te vormen en met behulp van vesicles uit te scheiden tussen de fosfolipiden in hun celmembraan te plaatsen, bezitten die cellen geen transporteiwitten tussen de fosfolipiden in hun celmembraan, transporteiwitten die nodig zijn om het transport van reactieve stoffen, waaronder B-vitamines, polaire moleculen van buiten naar binnen op te kunnen nemen. Dan gaan die niet in je lichaam, laat staan in je lichaamcellen, laat staan in de mitochondriën van je lichaamcellen belanden. Dat als antwoord op je vraag.